allemaal en welkom bij een nieuwe video. Zoals beloofd zou er nog een look komen. Een budget look ben ik voor gegaan. Een budget look voor oud en nieuw. Dat leek me heel leuk om te doen. Dus ik ben de schappen bij de Kruidvat afgestruind om mooie producten te vinden voor een goede prijs. En daar is deze look uitgekomen. Echt een glitterende oud en nieuw look zoals je ziet. Met alleen maar budgetproducten die je bij de Kruidvat kunt vinden. Of de foundation na. Die is wel budget, maar niet bij Kruidvat. Maar dat leg ik je later nog wel even uit. Dus als je benieuwd bent hoe ik deze look gemaakt heb, blijf dan vooral even kijken. Ik heb alleen foundation al opgedaan. En dat komt omdat ik het heel lastig vond om een foundation te vinden in de winkel nu. Omdat je mag natuurlijk niks testen, wat heel logisch is. Alleen, ja, dan vind ik de kleur gokken toch wel heel ingewikkeld. Dus dat ging gewoon niet. Maar ik zou zeggen, het meest low budget is gewoon iets gebruiken wat je al hebt. Maar ik heb een aantal van mijn low budget opties die ik even met je wil delen. Ze zijn iets minder low budget dan natuurlijk de Essence en Catrice en huismerk dingen. Maar ik durfde het gewoon niet aan. Ik dacht, straks zie ik eruit als een Oompa Loompa of super, ik weet niet, niet passend bij mijn hoofd. Dus wat ik nu op heb gesmeerd is de Ordinary Serum Foundation. Dit is een foundation, ja, vind ik super fijn. Een hele mooie, iets wat mattere foundation. Blijft heel goed zitten. En in diezelfde categorie heb ik ook de Ordinary Coverage Foundation. Die is inderdaad meer dekkend, maar hij is ook iets dikker van structuur. Maar ook iets, ik heb het gevoel, iets hydraterender. Dus ze hebben allebei hun eigen krachten. Ik heb deze, ja, ik moet zeggen dat ik de kleur een beetje verwarrend vind. Want ik koop deze dus, of in ieder geval de Coverage Foundation heb ik bij de Douglas gekocht. Ik weet ook niet meer of ik de serum daar ook heb gekocht. Maar ik heb de kleur 1.1p en 1.2p. En 1.2p gebruik ik meer in de zomer en 1.1p meer in de winter. Maar ik moet zeggen, ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar dit is de 1.1 en dit de 1.2. En ik heb het gevoel dat van de serum foundation de 1.2 lichter is dan de 1.2 van de Coverage Foundation. Dus ik weet niet precies. Maar goed, in ieder geval heb ik deze twee. En een andere hele fijne waar je heel 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 lang mee doet en heel heel weinig van moet gebruiken is de NYX Born to Glow Natural Radiant Foundation. En hier heb je echt een heel klein drupje van nodig. Ik heb de kleur Light. Die heb ik dus nu niet op. Ik heb nu die serum foundation op. Maar deze vind ik ook heel fijn en die brengt heel makkelijk aan. Maar wat ik zei, hij is echt, je hebt er heel weinig van nodig en dan is het al baboom. Maar goed, alle andere producten heb ik bij de Kruidvat gekocht gisteren. Dus het moet er nog zijn. Dus laten we onze oud en nieuw look gaan opnemen. Ik begin met de Gorgeous Glow Illuminating Face Drops. Dit is gewoon van het Kruidvat merk. Ik heb de kleur Fine Rosé gedaan. Eigenlijk is het volgens mij het beste als je hem door je foundation mengt. Maar ik dacht, ja, dat ga ik nu niet doen. Ik ben heel benieuwd. Het is een soort heel chic tuutje aan. Ja, ook dit kan je dus allemaal niet testen. Maar ik heb gewoon een beetje een look in mijn hoofd gemaakt die mij heel leuk leek voor oud en nieuw. Maar je kan het natuurlijk ook voor kerst doen. Ik heb natuurlijk ook een kerstlook opgenomen die je ook voor oud en nieuw kan doen. Dus het is maar net wat je wil. Deze wordt wat koeler en die kerstlook was wat warmer. Ik doe die face drops gewoon een beetje op mijn jukbenen. Dit is een beetje een wat koelere kleur. Je zou zeggen misschien niet, maar deze is echt wat koeler. Een beetje een koelere kleur. Ik zal de prijs erbij proberen te noemen, maar het is altijd heel lastig om dat lijstje te zien. Maar deze kan ik er denk ik wel uithalen. Ik denk 2,99. Maar ik durf niet, het staat altijd Makeup Catrice, Makeup Essence, dat soort dingen. Dus het is altijd een beetje lastig te ontcijferen. Dan heb ik een concealer. De Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Die tot 12 uur schijnt te houden. En dat is natuurlijk wel lekker als je oud nieuw hebt. Ik heb de kleur, wat staat hier nou, 07 Natural Rose genomen. Ja, ik heb echt geen idee, maar we gaan het gewoon opsmeren. Maar dit leek mij de meest kloppende kleur bij mij, zeg maar qua naam. Ik heb meestal een wat rozere ondertoon nodig, omdat ik sproetjes heb. En als ik het zo zie, lijkt hij heel goed te kloppen. Dus ze hadden hier best wel veel kleuren van, viel me op. Hij is ook lekker vloeibaar, dus makkelijk om te blenden.
Dan heb ik het Essence Contouring Duo Palette gedaan in de kleur 10, Lighter Skin. En ik was eigenlijk op zoek naar een bronzer, maar vond ik allemaal niet heel erg mooi. Of met heel veel glans erin, maar ik wil zeg maar de glans komt natuurlijk wel terug, maar met name in de ogen. Dus ja, ik dacht dan ga ik voor bronzer. Je ziet trouwens wel heel mooi die glow van die liquid highlighter. Dat je het een beetje kan zien, maar het is een hele mooie glow. Ik gebruik hem, zoals ik mijn bronzer eigenlijk ook altijd gebruik, als een bronzer en contour in één. Dus ik maak zeg maar de randen van mijn gezicht. Ik maak een 3 of een E. En dan ga ik ook een beetje over mijn neus. En ik heb een hele droge huid, dus ik poeder eigenlijk verder nooit af. Maar anders zou je dus die lichtere kleur, dat is geen highlighter, maar gewoon een lichte kleur. Die zou je daar dan voor kunnen gebruiken. Maar kijk, dit geeft al meteen meer shape aan mijn gezicht. Dan kam ik even mijn wenkbrauwen met gewoon een wenkbrauwborsteltje. En dan heb ik een heel spannend product waar ik wel heel benieuwd naar was. Wat ik dus nog niet heb getest. Dus we gaan het meemaken. Dit is de Catrice Combo, Brow Comb Pro Micro Pen. En ik heb de kleur 50 graniet genomen. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dit is zo'n pennetje waarmee je wenkbrauwen kan doen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog een ander in mijn hand gehad. Maar ik weet niet. Ik had hier iets meer vertrouwen in. Dit is fascinerend. Je tekent er gewoon een soort haartjes mee. Je moet best wel hard drukken. Maar ik vind het wel een leuk effect. En dan gaan we door met de showstopper van dit... Van deze tutorial, dit geweldige palet. Dit is de Catrice Crystal Collection Limited Edition Caviar Coach Pressed Eyeshadow Palet. Nou, dit ziet er ook fabuloos uit. En ook van binnen. Met heel veel glitter. En ik wil dus vandaag vooral met de zilveren kleur en de wat koelere kleuren gaan werken. Dus zie ook mijn zilveren outfit. Als eerste ga ik in deze kleur en die doe ik in mijn crease. Wel wat meer warme dan koele kleuren in, maar ik dacht, die glitter is geweldig deze ramen voor. Vervolgens ga ik daar overheen met deze meer roze-paarse kleur, met name op de buitenkant. En dan gaan we dus in die zilveren kleur, ik ben heel benieuwd. Dat doe ik met een plat kwastje. Ik ga het doen met mijn vinger, want ik merk dat het met het kwastje niet goed werkt. Nou, nu is het zeg maar één grote glittermassa. En dan ga ik nu in die paarse kleur en daarmee ga ik langs mijn wimperrand. Voor wat definitie. En om de glitters niet al te veel te verplaatsen, dep ik de kleur er een beetje op. In plaats van dat ik hem heel erg wrijf. En dan ga ik door naar mijn onderste wimperrand. En daar hoef je die glitters niet op te brengen, want dat gaat eigenlijk via je kwastje ook al meteen. Dus dan heb je daar wat... En dit zit natuurlijk straks overal, dat begrijp je. Ik zet mijn arcadeboog ook iets zwaarder aan met die paarse kleur. En ook dat doe ik een beetje deppend. En dan ga ik voor mascara, de Essence Lash Princess. Ik wilde eigenlijk de beetje groenige, want ik weet dat ik die heel fijn vind. Maar die hadden ze niet, dus ik ben voor de Sculpted Volume Mascara gedaan. Ga maar wel van de Lash Princess, omdat ik weet dat die heel fijn is. Die was, even kijken, ik denk 2,99. En dat Catrice paletje was, denk ik... 3,99 en al het andere 3,59. En hier zijn natuurlijk nepwimpers ook heel gaaf bij. Als je hem kunt vinden, zou ik zeker voor de groene gaan. Ik vind deze beduidend minder fijn. Ik heb een paar laagjes aangebracht en ook mijn onderwimpers voor echt een beetje dat knaleffect op de ogen. En dan gaan we door met blush. Deze Catrice Blush Box. Glowing plus multicolor. Ik weet niet precies wat ze ermee doet, maar hartstikke leuk. En it's wine o'clock ben ik voor gegaan.
Ik dacht ook, als ik nou niet niks met bronzer of zo kan vinden, dan zit ook echt wel een mooie kleur waarbij je niet per se bronzer nodig hebt. En ik vond het wel mooi aansluiten bij die paarsere oogschaduwtinten. Dan wenkbrauwgel. Ik heb de NYX Control Freak, maar goed, die heb je natuurlijk ook gewoon van Essence en Catrice. En dan als laatste de lippen. En dat vind ik altijd heel ingewikkeld, omdat ik niet heel vaak lipproducten gebruik. En als ik het al gebruik, weet ik dat het een beetje natuurlijk blijft. Maar tegenwoordig is het allemaal steeds donkerder en plumming. En ik hoef geen plumpte lips. maar goed, ik ben voor de Matte Pro Ink gegaan. De 12 Hour Liquid Lipstick van Catrice. Ik vond dit namelijk een hele mooie kleur. En deze kleur heet... Dat is een goede vraag. My Life, My Decision. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien, dat jullie geïnspireerd zijn door deze budget looks. Je kunt natuurlijk ook de kerstlook van vorige week voor oud en nieuw gebruiken. En kun je hem nog andersom doen? Dat denk ik net niet, want volgens mij komt deze net na kerst online. Maar dit is natuurlijk wel echt een beetje een oud en nieuw look met de glitters. Je kunt natuurlijk ook voor de roze glitters kiezen. Ik hoop dat je een beetje geïnspireerd bent geraakt. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik wil je alvast een prachtig oud en nieuw wensen. Het wordt een gek oud en nieuw in deze tijden. En zonder vuurwerk, wat ik op zich niet erg vind, want ik heb een hekel aan vuurwerk. Maar ik vind het wel heel mooi om van afstand naar te kijken. Dus het lijkt me heel gek om... Ja, om 12 uur geen geknal te horen. Dus het wordt een gek oud en nieuw. Maar ik hoop de afsluiting van een raar jaar en het begin van een mooi nieuw jaar. Ik wens je alle gezondheid en alle liefst toe. Doeg!